Hoe kon het gebeuren dat Nederland de Groningers zo in de kou liet staan? De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie daarover, over de gaswinning, die verhoren zijn afgerond. En de commissie heeft zich teruggetrokken, schrijft zijn rapport. Een van de hoofdrolspelers die gehoord werden, tweemaal zelfs door die commissie, is hier oud-minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hartelijk welkom. Goeiedag, meneer Hagens. Ja, meneer Kamp, zullen we voor de verandering dit gesprek eens beginnen met de conclusie? Van u? Ja, en ik ben benieuwd of u het eens bent met die conclusie. Namelijk dat de gaswinning is uitgelopen op een drama voor de Groningers. Ja, zeker waar. Ik denk dat als je ziet wat er in Groningen is gebeurd sinds 2012, toen die grote beving bij Huizingen was, dat de samenleving echt in opschudding is gekomen. Mensen hebben zich afgezet van de NAM, van de Rijksoverheid. Mensen waren heel bezorgd over hun eigen veiligheid. Mensen zagen hun eigen regio beschadigd raken. Dus ik denk dat er een vervelende, nare situatie voor de mensen in Groningen is ontstaan. Een drama. En eigenlijk op dit moment nog steeds is. Ja, en in dat drama, wat is wat u betreft uw grootste fout daarin geweest? Ja, je doet natuurlijk vanaf het begin dat je daar komt op zo'n ministerie. Ik heb daar 5 jaar gezeten, van oktober 2012 tot november 2017. Je doet ontzettend je best daar om de goede dingen te doen. Zeker. En in het begin wilde ik graag een besluit nemen om iets te gaan doen met die gaswinning. Maar de informatie die je nodig hebt om een verantwoord besluit te nemen, die was er niet. Mm. Dus ik was gedwongen om te zorgen dat er zo snel mogelijk onderzoeken kwamen waaruit de informatie beschikbaar kwam, ja, zodat je wel een besluit kon nemen. Maar dat duurde wel 9 maanden. Ja. Dus dat besluit op zichzelf om onderzoeken te gaan instellen, dat was al iets wat het wantrouwen en de boosheid in Groningen verergerde. Ja. Dat is één ding. Ja. Het tweede ding was, ik ging er toen van uit, toen wij het besluit namen om die onderzoeken te doen, dat de winning niet hoger zou zijn dan wat de planning was van de NAM, van Gasterra. Maar die werd wel veel hoger. Die werd 10% hoger. En wat, dus dat zegt u, dat had ik achteraf misschien niet moeten doen, al die onderzoeken instellen? Die onderzoeken absoluut, die waren absoluut noodzakelijk. Noodzakelijk wel. Die waren noodzakelijk. Ik vroeg u in dit drama, hè, ja, want we constateerden samen dat het een drama is. Ja. Wat is, en u was daar 5 jaar minister, ja, wat was uw grootste fout? Nou kom ik op, dit was inleiding, die 9 maanden onderzoeken die al tot een verdere verstoring van de relatie met de mensen in Groningen leidde. Want die vonden dat er meteen een besluit had, ja, moeten worden genomen, maar ik vond dat niet verantwoord. Mm-hmm. Maar toen ik dat besluit nam om die onderzoeken te doen, toen was de planning om in dat jaar 2013 om daar 49 miljard kubieke meter gas te winnen. Ja. Ik heb er niet aan gedacht en ik werd er ook niet over geadviseerd. Er werd niet aan gedacht dat er meer gewonnen zou worden. En dat is wel gebeurd. Want het is 54 miljard kubieke meter geworden. Zo is precies. En dat allemaal in 2013, een jaar na, zoals u al zei, die aardbeving in Huizingen. De, ja, zwaarste aardbeving ooit. Ja. En dat is natuurlijk, we wisten dit al, maar dit is wel een hoofdpunt ook uit de parlementaire enquête. En nou is het verbijsterende voor veel Groningers dat er in die tijd ook een advies lag van Gasterra, de organisatie die het gas verkoopt, dat die 40 of 49 miljard of 54 miljard, dat dat helemaal niet nodig was. Maar dat het ook kon, zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen, met 27 miljard. Ja. U kende dat advies niet, hè? Nou, maar dat was niet aan de orde. Kijk, aan de orde was dat er geen informatie was wat er gedaan kon worden op een verantwoorde manier om die gaswinning te verminderen. Toen hebben we die onderzoeken laten instellen en toen is er geconcludeerd. Nee, wacht even. Er was wel degelijk informatie. Er was dat advies van Gasterra. Dat zei, je kunt terug naar 27 miljard kuub. Ja, maar ik probeer even uit te leggen waarom dat niet kon. We hadden dus die onderzoeken gedaan en uit die onderzoeken bleek dat als je uitging van een vlakke winning, dat je niet in de zomer heel weinig gas ging winnen en in de winter heel veel gas ging winnen, omdat die grote wisselingen, dat leidde tot aardbevingen. Dus dat was heel onverstandig om te doen. Als je van vlakke winning uitging, dan had je minimaal 40 miljard kubieke meter aardgas nodig in een strenge winter. Wacht even, sorry meneer Kamp, maar ik ben echt van u gewend dat u heel helder bent over dit soort zaken. Ga ik nou weer proberen. Ja, maar dat lukt wat mij betreft nu nog niet helemaal. Want ik wil toch even naar dat advies, en daar werd u ook nauwkeurig over ondervraagd tijdens de parlementaire enquête. Dat advies van Gasterra, de verkoper van gas, zei eind 2012, je kunt terug naar 27 miljard. Leveringszekerheid is dan niet in gevaar. Dat is niet gebeurd.
Er is het dubbele gewonnen, dat jaar 54 miljard. Mijn vraag aan u is, en die was ook de vraag van de enquêtecommissie, kende u dat advies? Nou, ik heb daarop geantwoord. Die 27 miljard kubieke meter, dat had ik niet in mijn hoofd zitten. Ik had een heleboel informatie in die tijd die mij aangereikt werd. Dus u kende dat advies niet? Ik vond die informatie onvoldoende. Ik vond die informatie voor een deel ook onduidelijk en onjuist. En daarom dat wij besloten hebben om onderzoeken te gaan instellen. Ja, zeker. U wijst weer op de onderzoeken. Maar mijn vraag dus was, kende u dat advies van die 27 miljard? En het antwoord is nee. Ik heb een heleboel informatie gekregen in die tijd. Of ik ook een velletje papier heb gezien dat Gasterra heeft gezegd 27 miljard, dat weet ik niet. Maar zelfs als ik het had gezien, had dat niet tot iets anders geleid. Nee, maar wat mij wel interesseert is, ja. Kijk, die aardbeving was geweest. Er was heel veel spanning, vooral ook onder de Groningers. Ja. Want het kan toch niet waar zijn dat we in 2013, terwijl de ergste aardbeving ooit is geweest, dat we dan 54 miljard kuub gaan winnen. Dat is de grootste hoeveelheid in 30 jaar. En dat is wel gebeurd. Vandaar dat het zo belangrijk is. Mijn vraag, kende u dat advies? Of is misschien door een topambtenaar dat advies bij u weggehouden? Nou, ambtenaren houden niet relevante informatie bij een minister weg. Dat is niet hun manier van doen. Weet u dat zeker? De ambtenaar die heeft gezegd toen hij daarover gehoord is, die heeft gezegd van ja, die informatie is niet bij de minister gekomen. Maar ik zeg nu, als die informatie wel bij mij was gekomen, ik had op dat moment toch niet besloten om iets anders te doen dan die onderzoeken in te stellen. Ik kan me ook voorstellen dat je dan als minister in die situatie, aardbeving net geweest, grote maatschappelijke onrust, dat je aan je hoofdambtenaar, topambtenaar vraagt van zeg, vertel mij eens even, met welke hoeveelheid miljard kuub kunnen wij nog uit de voeten zonder dat we de leveringszekerheid in gevaar brengen? Zeker, dat was het. Heeft u dat gedaan? Dat was het tweede punt. Natuurlijk hebben we daar iedere dag over gesproken in het begin. Er waren twee dingen die je moest bewaken daar in Groningen. Het eerste was de veiligheid van de mensen. En het tweede was, we moesten voorkomen dat in een strenge winter de mensen in Nederland en in België en in Frankrijk en in Duitsland, dat die zonder gas zouden komen te zitten. Dus we moesten weten, wat kun je verantwoord doen om die gaswinning te verminderen? En daar hebben we die onderzoeken voor ingesteld. Ja. En daar bleek dus niet uit 27 miljard. Daar bleek uit dat als je uitging dat je ook in een koude winter voldoende gas wilde hebben, dat je een vlakke winning wilde hebben, dan had je minimaal 40 miljard kubieke meter per jaar nodig. En die besluiten daarna waren ook in die richting. Maar het werd 54 miljard, hè? Dat is natuurlijk toch merkwaardig. Even, premier Rutte, die werd er ook over ondervraagd, hè? Ja. In de parlementaire enquête. En die zei, ik realiseerde mij pas in 2018 wat een bizar winningsniveau er was. Bizar winningsniveau, zijn woorden. Hij realiseerde zich dat pas in 2018, dus dat is 5 jaar later. Gelooft u dat? Ja, natuurlijk geloof ik premier Rutte als hij wat zegt. Natuurlijk, ik geloof hem sowieso al. Maar zeker als hij wat zegt in een parlementaire enquête waarin hij onder ede wordt gehoord. Maar natuurlijk geloof ik dat. Misschien kunt u me dat uitleggen, want echt mijn oprechte verbazing is, het is daar dag in dag uit over gegaan, die afgelopen 5 jaar. U was zijn minister van Economische Zaken. U zat dagelijks met hem aan tafel. En natuurlijk ging het over die niveaus van gaswinning. Dan kan het toch niet waar zijn dat hij pas in 2018 erachter kwam dat er in 2013 54 miljard kuub gewonnen is? Nou, het is gewoon waar omdat hij het zegt en omdat hij dat ook gezegd heeft onder eerder als hij verhoord wordt door de enquêtecommissie. Dus ik twijfel er niet aan dat het waar is wat hij zegt. Maar waar het natuurlijk mij om gaat is wat ik zelf wist. En ik zat er zelf veel dichter op natuurlijk. En ik was degene die daar in eerste instantie verantwoordelijk voor was. Dus ja, ik ben daarvoor aanspreekbaar. En niet in eerste instantie premier Rutte. Het is waar omdat hij het gezegd heeft, onder ede. Ja, natuurlijk. Maar ook als het niet onder ede was, dan was het ook waar geweest. Maar het is toch belangrijk om te weten dat de suggestie dat 27 miljard, ik daartoe had kunnen besluiten op dat moment, is een volstrekt verkeerde suggestie. Want dat advies is nooit bij u terecht. Ik kon dat niet op een verantwoorde manier doen, ook als dat bij mij was geweest. Ik heb bijvoorbeeld gehoord van staatstoezicht op de mijnen dat aardbevingen minder dan 2,5 op de schaal van Richter, dat je dat nauwelijks voelt. Nee. Later bleek dat dat was 1,5 op de schaal van Richter. Ja. En het verschil tussen 1,5 en 2,5 is een factor 10. Ja, dat heeft men u niet in dank afgenomen in Groningen, dat u dat gezegd heeft. Maar dat is een voorbeeld van wat dus niet blijkt te kloppen. Ja. De kunst is om op het moment dat je een belangrijk besluit moet nemen om te zorgen dat je dat op een verantwoorde manier doet en dat je over de noodzakelijke informatie beschikt. Al met al,
Door alles wat er in die jaren is gebeurd, en zeker ook in 2013, maar later natuurlijk ook met het herstel van de woningen en het repareren van de schade van woningen, de Groningers voelen zich bedrogen. En dat is misschien niet zo gek. Kijkt u even mee. Ik heb na die tijd ook vaak gezegd, ik hoop dat er nog een beving van 6 komt. Dat die schoorsteen naar beneden klettert, want die stond helemaal scheef. Ik hoop dat die naar beneden klettert, dat ik s'nachts op bed lig. Dan valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Dat heb ik gezegd. Is Den Haag eens een keer wakker? Dat heb ik vaak gezegd. Ja, dat is wel de wanhoop in beeld, hè? Ja, maar dat was toen ook de wanhoop. De mensen in Groningen, sinds die aardbeving bij Huizingen, daarvoor waren er ook al behoorlijk zware aardbevingen geweest. Maar sinds die aardbeving bij Huizingen was het echt een nare situatie. Hoe kijkt u naar deze meneer? Nou, ik kijk naar die meneer net zoals naar de andere meneren en mevrouwen waar ik heel veel contact mee heb gehad in dat gebied. Ik kijk ernaar dat ik weet dat zij in een hele nare situatie zaten. En ik heb er dus ook voor gezorgd dat waar het laatste jaar voordat ik kwam, toen was de winning 48 miljard kubieke meter. Het laatste jaar dat ik wegging was de winning 20 miljard kubieke meter. U heeft dat significant naar beneden gebracht. Kijk even, als je Groninger bent en je zat met schade van aardbeving of een onveilig huis, waar je in terecht kwam. Dit is het organogram wat je... je kunt het niet allemaal precies lezen, daar gaat het ook niet om. Maar dit is de hoeveelheid instanties waar je mee te maken krijgt als Groninger. Dat is toch gekmakend? Dat is een deel van het probleem. Je moet je voorstellen dat in Groningen iedere keer doken er weer onderdelen van de problematiek op. En dan gingen we met elkaar aan tafel zitten, de betrokkenen, de bestuurders in het gebied en op de ministerie en de adviseurs, die gingen bij elkaar aan tafel zitten, zochten daar weer een oplossing voor en dan kwam er weer iets. En die optelsom van al die dingen die er kwamen, die maakte het steeds ingewikkelder en steeds moeilijker. En toch beloofde... Dat was één element. Het tweede element wat het moeilijker maakte, was ook het voortdurende wantrouwen en de boosheid van de mensen in Groningen. Dat had invloed op hun organisaties, hun maatschappelijke organisaties. Het wantrouwen en de boosheid van de Groningers. Had invloed op hun maatschappelijke organisaties, had invloed op hun gemeentebestuurders, op hun provinciebestuurders. Ja? En dat betekende dat zij zich afzetten tegen de Rijksoverheid, tegen het ministerie van EZ, tegen mij. En juist in zo'n complexe situatie als in Groningen, daar heb je optimaal samenwerkende overheden voor nodig. Dus de Groningers hebben die samenwerking niet gezocht met u, die hebben zich afgewend en daarmee voor een deel het ook over zichzelf afgeroepen? Ik vind dat die boosheid en de onrust in Groningen niet alleen verklaarbaar was, maar ook heel logisch was. En dat de mensen alle recht hadden om zo te zijn. Maar... Alleen de optelsom van het wantrouwen en de boosheid en het niet samenwerken van overheden, dat heeft het realiseren van oplossingen bemoeilijkt. Ja. Het realiseren van oplossingen. U komt op mij niet over als een naïeve man. Maar u heeft in 2014 ook aan deze tafel in Buitenhof beloofd, ik ga 12.000 huizen veilig maken tussen 2015 en 2018. Beetje ongenuanceerd wat u zegt. Kijk, wat er is gezegd in het jaar 2015. We gaan capaciteit opbouwen bij het Centrum voor Veilig Wonen om in een jaar tijd 3000 huizen te kunnen versterken. Ja. En we gaan capaciteit opbouwen om 5000 woningen in het jaar daarna te kunnen versterken. Ja. Maar je moet zich voorstellen, er moesten twee dingen gebeuren in Groningen. Twee belangrijke dingen. Het eerste was de aardgaswinning moest verminderen. En in de tweede plaats huizen moesten versterkt worden. Omdat mensen in onveilige huizen zaten. Dus het kon niet anders dan dat je probeerde te weten hoeveel huizen moeten er versterkt worden. En dat je dat dan in een zo klein mogelijk aantal jaren maar ook voor elkaar maken. Even heel concreet, weet u hoeveel huizen er veilig gemaakt zijn tussen 2015 en 2018? Ja, het is een heel klein aantal. En namelijk? Tussen 2015 en 2018 zullen het er 1500 zijn. 400? Maar daar blijkt dus uit hoe moeilijk dat is. En ik wil even aangeven hoe dat nou zit. Hè. Kijk, je weet dus dat de huizen versterkt moeten worden. Dat kan niet oneindig duren, dat moet in een zo kort mogelijke periode. Dus je komt met een planning om dat te gaan doen. Er worden bouwvakkers opgeleid, er worden aannemers aangetrokken om dat te kunnen gaan doen. Maar wat wij verkeerd ingeschat hebben, en dat is een tweede fout die ik denk dat we die moeten onder woorden moeten brengen. Wat ik verkeerd ingeschat heb, is dat je niet zomaar een aantal van 12.000 te versterken huizen door 3 of 5 kunt delen en zeggen dat moeten we nu gaan doen. Nee, dat zijn dan ieder wel huis, natuurlijk verwachtingen die gewekt worden bij de Groningers. Ieder huis op zichzelf is een casus die ingewikkeld is. En het gaat dus om
een heleboel individuele mensen in huizen die allemaal in hun eigen huis moeten oplossen voor getroffen worden. En dat was veel moeilijker dan wij in het begin gedacht hadden. Maar toch, door dat te zeggen en door daarvan uit te gaan dat je dat kunt delen en dat je zoveel huizen kunt versterken, wek je verwachtingen. Die komen niet uit en dan zijn mensen zeer teleurgesteld. De bottom line is natuurlijk... Je kon niet anders, je kon niet anders dan die verwachtingen wekken, omdat het moest gebeuren. Ik wil graag toch weer ook terug naar die conclusie van dat drama die we aan het begin van dit gesprek al trokken. Ja. Namelijk de conclusie dat Nederland honderden miljarden euro's heeft verdiend aan het Groningse gas, maar dat ze in Groningen nog steeds met de ellende zitten. Ja. Is dat eigenlijk niet een excuus waard? Ja, excuus, wat schiet je ermee op? Nou? Wat schiet je ermee op? Wat denkt u dat je ermee opschiet? Ja, ik heb natuurlijk al ook in de Kamer gezegd, van die dingen die wij nu bespreken, hebben we ook tijdens tientallen debatten in de Kamer besproken. En ik heb gezegd dat het natuurlijk jammer is dat op het moment dat wij tot onderzoeken besloten en dat wij dachten het blijft bij 49 miljard in dat jaar tot dat aantal beperkt, dat het dan vervolgens meer wordt omdat wij niet besloten hebben om er een grens op te leggen. Ja, dat is natuurlijk verkeerd geweest. En dat is natuurlijk betreurenswaardig en dat spijt me ook dat dat gebeurd is. Dus de dingen die verkeerd zijn gegaan, die spijten me zeker. Maar we moeten ons ook twee andere dingen realiseren. Ik heb al gezegd dat die gaswinning die ging terug in die 5 jaar van 48 naar 20 miljard. Maar het is ook zo dat in het begin het idee was dat die aardbevingen steeds erger zouden worden, steeds zwaarder. En sinds Huizingen is er geen aardbeving geweest die zwaarder is dan toen. Dus we hebben maar in ieder geval... zijn kort geleden wel weer 3 aardbevingen geweest. Goed. Maar geen zwaardere aardbeving. Destijds was het nee, idee, niet zwaarder, er dat komen zwaar. Alleen maar zwaardere aardbevingen. Het is dus niet gebeurd als gevolg van het feit, onder andere, dat wij die aardgaswinning hebben verminderd. Oké. Ik dank u voor uw uitleg en het feit dat u hier was, meneer Kamp. Dank. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.